Hallo, je hebt een afspraak of vergadering bij de VDAB in Gent, of je wil graag eens langskomen met een vraag rond werk, dan ben je zeker welkom. We zitten nu op twee locaties in Gent, namelijk de Congostraat nummer 7, waar we altijd al hebben gezeten, en op het Koningin Maria Hendrikaplein nummer 70. Dit gebouw noemt het Virginie Lovelingebouw en is een VAC, een Vlaams Administratief Centrum. Hier zitten namelijk nog verschillende diensten van de Vlaamse overheid. We zitten vlakbij het Sint-Pieterstation in die grote nieuwbouw, zoals je kan zien op de foto, waar vroeger het postgebouw stond. Als je de bus neemt, dan kom je hier toe. Kom je met de fiets, dan neem je best hier de helling naar beneden en dan kom je uit in de grote fietsparking. Met de tram kom je eigenlijk vlak voor het station toe. Om naar binnen te geraken, neem je dan best deze helling naar boven toe, ga je door de draaideur naar rechts en dan kom je eigenlijk uit in onze werkwinkel. Meld je graag nog even aan het onthaal en vertel waarvoor je komt. Kom je met een afspraak, vergadering of kom je met een vraag rond werk? Als je toekomt, dus hier met de bus of ook de andere tram, dan kan je altijd ook deze ingang gebruiken. Ofwel kan je ook gewoon te voet toekomen of van ergens anders, dan is deze ingang eigenlijk hier. Neem dan gerust de lift of de trap naar het eerste verdiep en dan kom je ook zo in onze werkwinkel terecht. Kom je toe met de auto, dan neem je best de Sint-Denijslaan nummer 244 als referentiepunt in jouw GPS. Dan kom je hieruit, vlak aan dit gebouw van de Hogeschool Gent. En dan rij je eigenlijk zo meteen binnen in onze grote parkeergarage. Onze openingsuren zijn elke werkdag van 8:30 tot 12 uur en van 1 uur tot 4 uur. Donderdagmiddag zijn we steeds gesloten. Kom dus maar af. Tot gauw!